vandaag is eigenlijk best een bijzondere dag. De dag waarop deel 10 van Werner Verleden ten doop wordt gehouden. Werner Verleden is de uitgave van het historisch platform. En normaal gesproken is dat een hele happening. Met genodigde leden, burgemeester, wethouders erbij. Maar gezien de corona is dat nu wat lastiger. Dat betekent dat we op een creatieve manier het een en ander in moeten vullen. En we gaan een aantal exemplaren uitreiken aan diverse auteurs vandaag. Waar we beginnen met de overhandiging van het allereerste exemplaar aan onze burgervader. En nu zijn we onderweg naar de burgemeester. Burgemeester, goeiedag. Ik ben hier om u het eerste exemplaar van Werner Verleden deel 10 te overhandigen. Ja. We zijn toch blij dat we dit deel 10 daglicht kunnen laten verschijnen. En dat is met name te danken aan onze redactie van Werner Verleden deel 10, die onverprezen te werk zijn gegaan. En als rots in de branding in alle hectiek overeind gebleven zijn, staan we zeer op prijs. Ik moet daarbij wel vermelden dat een van de redactieleden, onze Jan Strijbos, de man met de rode pen, de corrector, de redactie gaat verlaten, maar er eerst weer aan was. En nog heel bijzonder om te vertellen is dat er twee redactieleden zijn die al vanaf het allereerste begin deel uitmaken en ervoor zorgen dat dit soort historische geschiedschrijvingen hun vorm krijgen en mooi in iedere Vijnlijkse boekenkast terecht kunnen komen. Deel 10 dus, een lustig exemplaar, bijzonder exemplaar, waar ik, dat ik u met alle genoegen wil overhandigen. Fantastisch. Alsjeblieft. Fantastisch, hartstikke mooi. Ja. Geweldig. Nou, ik ben natuurlijk apetrots om het eerste exemplaar in ontvangst te mogen nemen van het Venrijs Verleden. Ik heb natuurlijk daar al behoorlijk van geprofiteerd van jullie, wat jullie gedaan hebben. Want als je burgemeester ergens wil worden, dan moet je je ook verdiepen in de geschiedenis natuurlijk. Nou, dan kom je natuurlijk meteen Venrijs Verleden tegen. Dus eigenlijk heb ik mijn baan een beetje aan jullie te danken. Wil, hartelijk dank. Ik ga je vanavond mee aan de slag. Ik ga heerlijk lezen. En ondertussen, Wil, ga jij volgens mij alweer aan de slag met deel 12. Of deel 11. Deel 11, deel 12 enzovoort. Mooi, geweldig. En ik ga andere auteurs nu eventjes verblijden met mijn boek. Mooi, mooi. Succes. Goed, tot ziens. Oké. Och, Wil, één ogenblik. Ik wil nog even wat vertellen. Heb je nog even? Ja, natuurlijk heb ik nog even. Ja, want... Wil, moet je luisteren. Het is natuurlijk zo, dat is mij ter oren gekomen, dat er twee mensen zijn. En dat is Eduard Messenmakers en Rien van den Brand. Ja. Nou, dat zijn mensen die hebben een ongelooflijk belangrijke bijdrage geleverd in die afgelopen 20 jaar, maar liefst. En Eduard Messenmaker, hij was jarenlang de drukker. Hij was drukker van beroep. En vanaf de start van Venraai Verleden is hij binnen de redactie verantwoordelijk voor het uitgeven van het boek. Hij legt de contacten met de drukkers en vormgevers en vraagt offertes aan. Hij heeft Venraai Verleden zien veranderen. In een uitgave van 175 pagina's, toen nog in zwart-wit. En dat was toen ook al hip. Gedrukt door de NLW-bedrijven, tot een kleurendruk van 230 pagina's, gedrukt door Van den Munkhof Print en Media. Eduard is ook een verwoed verzamelaar. In Venraai Verleden heeft hij gepubliceerd over zijn bijzondere collecties, met name de geologische vondsten en de bitbreintjes. Hulde, hulde zou ik zeggen. En ook hulde voor Rien van den Brand. Hij is in zijn hele leven werkzaam met het onderzoek naar de historie van Noord-Limburg en ook het land van Kuik. En dat gaat zelfs over de provinciegrens heen. Over de landsgrens inderdaad, ja, dat is waar ook. Hij heeft talloze publicaties op zijn naam staan. Zijn specialisme is de middeleeuwen, natuurlijk. Mooi, die mooie middeleeuwen. En de periode die daarna komt, 1600 tot 1800. Dank. En om dat te onderstrepen, hebben wij iets heel symbolisch. En dat is niet zomaar een bij. Bijen zijn altijd al mooi, maar dit zijn zilveren bijen. En die willen wij graag om jullie
om de waardering uit te drukken voor wat jullie gedaan hebben, willen wij jullie graag overhandigen. Voor jou een exemplaar van Venrij verleden. Dankjewel. Alsjeblieft. Ben benieuwd. Veel leersplezier. Ja, zullen we zeker doen. Voor jou. Dank voor de inbreng. Dankjewel. En gefeliciteerd heren met de onderscheiding van onze burgervader. Ja. Wel verdiend. Een grote verrassing. Ik ken je misschien nog een leuke anekdote over verhalen die hierin staan. Ja, wat ik gehoord heb in gisteren zelf. Ik hoop dat de mensen mij de waarheid verteld hebben. Dat op het kerkhof daar, aan de rechterzijde, de mensen begraven worden van Gijsteren. En aan de linkerzijde van de voormalige rectoraat Marcees. En ik heb het verhaal gehoord, of het waar is, weet ik niet. Maar dat mensen van Gijsteren niet op de linkerhelft van het kerkhof willen begraven worden. Ja, heel, heel bijzonder natuurlijk. Hè? Ja. Dag Freek, ja, we staan hier op een hele bijzondere plek, hè? Veel lawaai, maar het is de plek waarin vroeger de Loorbeekmolen stond. Daar staat ook iets over in Venrij verleden deel 10, waarin bijdrage het aan het geleverd. En dan wil ik ook graag een exemplaar ervan overhandigen, alsjeblieft. Dankjewel. Ik heb de bijdrage geleverd, het gaat over de familie Asselbergs, maar waarom de familie Asselbergs? Zo'n 25 jaar geleden, toen hebben we een boek gekocht van Anton van Duijkerken. En nou bleek dus Anton van Duijkerken eigenlijk Asselbergs te heten. En dat was natuurlijk, en mijn vrouw heet Asselbergs. Dus we dachten van, hoe kan dit nou? En toen zijn we begonnen met een onderzoek. En zo zijn we gekomen bij de familie vanaf 1603. En hebben zo alle generaties een beetje doorlopen. Totdat we hier bij Victor Asselbergs kwamen, die hier de molen had in de Loorbeek. Weten we ook nog iets over de molen dan hier gestaan had? We staan hier bij de Loorbeek en dat was hier dus een watermolen. En de watermolens die kwamen hier veelvuldig voor, omdat ze niet afhankelijk wilden zien van de wind. Dus de watermolen. In Oostrum hebben we een watermolen en in Gijsteren, de Rolsmolen, hebben we ook nog een watermolen. En deze molen den maalde voor hier de omgeving, Holthees, Smakt, Maashees, Overloon. Die moesten allemaal hier naartoe komen. Het was geen dwangmolen, dat betekent dus dat ze niet verplicht waren om te komen. Maar het is wel heel druk geweest hier. Paul, ik heb hier Venrij verleden deel 10 bij me. Daar wil ik jou graag een exemplaar van aanbieden, omdat jij een van de auteurs bent van het verhaal. Alsjeblieft. Dankjewel Wil, ik ben er blij mee. Deel 10, dat is toch alweer een mijlpaal voor Venrij verleden. Ja. Je schrijft daarin over sterke Venrijse vrouwen. Wat is nou precies de aanleiding om daarover te schrijven?
Ja, de aanleiding ligt in 2019. Toen hebben we in Nederland herdacht dat vrouwen 100 jaar geleden kiesrecht kregen. Vanaf 1919 mochten vrouwen stemmen, deelnemen aan de verkiezingen. En naar aanleiding daarvan hebben we een kleine expositie georganiseerd in de bibliotheek van Venray rondom het thema bijzondere Venrayse vrouwen. De bedoeling was om een aantal vrouwen te typeren, bijzondere vrouwen die ook wel symbool staan voor een grotere groep. En een beetje aandacht te vragen voor de vrouwen ook in de Venrayse geschiedenis. Want dat is toch een onderwerp dat vaak onderbelicht is. Want mannen domineren de bronnen van de geschiedenis. En je moet vaak wat zoeken, langer zoeken, om ook hele mooie verhalen over bijzondere vrouwen te vinden. Een van zo'n is Wilhelmina Zangers, in Venray nog wel bekend vanwege de cultuurprijs. En Wilhelmina Zangers begon in Venray met het geven van cursussen aan meisjes op het gebied van huishoudkunde. En later werd ze directeur van de landbouwhuishoudschool aan de Eindstraat, waar tegenwoordig de Turkse moskee zit. En dat is dan ook wel heel typerend voor die tijd. En toen ze trouwde, toen werd ze eigenlijk verplicht om haar functie op te geven. Want zoals een katholieke kring toen was, een vrouw die trouwde, die hoorde in het huishouden. En naast Wilhelmina Zangers hebben het nog een aantal andere Venrayse vrouwen zo een kleine biografie gekregen. Hallo Jan, ik heb hier Venray Verleden deel 10 bij me. Dat wil ik graag aan jou overhandigen als een van de auteurs. En met dank voor jouw bijdrage. Alsjeblieft. Hey, dankjewel. Ik heb er lang naar uitgekeken. Ik heb er heel wat uren in zitten puzzelen om de tekst op de goede plek te krijgen en de woorden, met name de woorden op de goede plek te krijgen. En ik ben heel benieuwd hoe het... Ik heb een proefexemplaar van de tekst gezien, maar hoe het er in werkelijkheid uitziet. Dankjewel. Jan, je schrijft over de glazen loodramen in de Grote Kerk. Wat maakt hier het glazen lood nou eigenlijk bijzonder? Ja, dat is eigenlijk een heel lang verhaal. Een aantal jaren geleden kwamen er een aantal mensen bij elkaar en die zeiden... Eigenlijk is de kerk wel hersteld van de oorlogsschade, maar de glazen loodramen die er allemaal in gezeten hebben, die zijn allemaal verdwenen en we hebben een paar kleine snippers. Is het niet mogelijk om weer glas- en loodramen in de kerk te krijgen? Nou, dan praat je niet over een paar dubbeltjes, maar dan praat je over in huidige tijden de prijs van een nieuwe Tesla. In die orde van grootte. Dus, maar na een lang verhaal, uiteindelijk is het eerste raam gerealiseerd in 2011 en dat is het raam van Sint-Petrus Bande, de patroonheilige van onze kerk. Dat was één schapenstroo voor de Dam, dan volgt er meer. En het tweede raam, dat was een privé schenking van een familie die in Venray heel veel verdienst heeft, maar omgekeerd heeft Venray ook veel aan de familie te danken. Dus dat is... Nou, en toen kwam het derde raam. En het derde raam, dat is eigenlijk een heel bijzonder raam. Want het oudste paneeltje wat erin zit, kregen we aangeboden. En dat is Elisabeth van Turingen. En dat was van de familie De Vilder. En die zeiden, als jullie in staat zijn om daar een raam omheen te maken, dan krijg je dat raam. Dan doen we er ook nog een paar centen bij. En de rest van de centen die je tekort komt, moet je er zelf bij zien te sprokkelen. Nou, opdracht gegeven... aan de kunstenares die ook het tweede raam gemaakt heeft, Suzanne Ludwig. Uiteindelijk is dat raam gerealiseerd. Elisabeth van Turingen, bekend voor haar werken van barmhartigheid. En die werken van barmhartigheid die zijn niet opgehouden toen Elisabeth overleden is. Dus die gaan nu ook nog door. En in het jaar 2016, dat was heel toevallig, was het jaar van de barmhartigheid door Paus Franciscus ingesteld. Het raam wat er nu zit, is het raam van Elisabeth van Turingen. In de gele vlakken, de oude werken van barmhartigheid. Zorg voor de armen, zorg voor de zieken, zorg voor de weeskinderen.
brood verstrekken, schoenen verstrekken, kleding verstrekken, enzovoorts, enzovoorts. De huidige werken van barmhartigheid, die staan in logo's afgebeeld. Helemaal bovenaan in de kerk, daar in het raam. Daar zit de esculaap van de artsen. Dan zit er het kruisje in van de verpleegkundigen die vroeger een speldje droegen waarop die discipline stond aangegeven waar ze bij hoorden. En dan is er ook een logo van de voedselbank, het logo van het hospice van Van Rij zit erin, enzovoorts, enzovoorts. Prachtig raam. Wij dachten, daarmee is het af, letterlijk en figuurlijk af. Maar nee, er kwam nog een staartje. Op de avond voor de onthulling, we zaten met de familie De Vilder, kerkbestuur en mensen van de stichting die dat gerealiseerd hebben, zaten we bij elkaar en wilden een lekker hapje gaan eten. En toen kwam Heijman, dat is de bedrijfsleider, eigenaar, mede-eigenaar van Dirks en Kevelaar, die kwam. Herr van Kastel, ik heb een überraschung. En ik zeg, wat zal dat zijn? Ja, ja, dat is niet uit 1600, dat is uit 1400. Ja, wat zagen ze jetzt? Jo, ja, maar er is nog iets. En dat zal zijn. Dat is niet Elisabeth, sonst Dorothea. Ik zeg, mijn lieber God, wat maken we jetzt? Ja, goede vragen, zei hij. Ik zeg, ik slage voor, weer zwijgen. Goed, zei hij, weer zwijgen. We hebben lekker gegeten. Zondagmorgen is het beeld, is het raam onthuld. En ik ben na de onthulling naar Dirk Smits gegaan, de huidige bisschop. Ik zeg, moeten we eens luisteren. We hebben een verrassing. Het is niet uit 1600, maar het is uit 1410 en het komt uit Wenen en niet uit Rijnland-Pfalz. Maar, zo. Ik zeg, nog wat? Het is niet Dorothea. Het is niet Elisabeth, het is Dorothea. Ach ja, zei, er zijn wel eens meer heiligen verwisseld. Dus daarmee was de geschiedenis wat dat betreft afgelopen. Maar we moesten wel naar de familie De Vilder toe. En daar zijn we geweest in 3 januari, in het jaar daarna, 2017, 3 januari. Toen hebben we de heer en mevrouw De Vilder op de hoogte gesteld. Dus ja, man, verdomme, dat heb ik dan hier dat gebeurt. Het is heel voor de hand liggend. Dorothea is in onze streken niet bekend, terwijl in 1480 al in Venray, in de Hiese kerk, een altaar was wat gewijd was aan Elisabeth. Dus de verwisseling ligt ook voor de hand. Elisabeth wordt afgebeeld met een kroon met een mand bloemen. Kijk op het tableau, dan zie je een mand en bloemen. En Dorothea daarentegen, die wordt afgebeeld met een keizerskroon met een mand bloemen. Met een zwaard en een jongeling met een schaal vruchten. En die laatste twee elementen, het zwaard en de schaal met vruchten, die ontbreken. Dus het is heel voor de hand liggend dat in deze streken dat beeld een beeld is van Elisabeth van Thüringen en niet van Dorothea. Bovendien nog een leuke woordspeling. Dorothea kan ook Theodora zijn. Dat zijn dezelfde letters. Maar goed, dat is het verhaal wat achter dit prachtige raam steekt. We hebben nog een paar ramen. Als er nog een paar van die rijke mecenassen zijn die toch niet met de nervenis weten waar ze naartoe gaan, we kunnen nog vooruit. Ja? Leni, ik wil jou graag als een van de mede-auteurs van Van Rij's verleden een exemplaar aanbieden. Ik heb gezien dat daar een stukje inschrijft over een brief die mensen vanuit Canada geschreven hebben. En kun je daar ons iets meer over vertellen? Ja, nou, ik bedank voor het boek. Het ziet er prachtig uit. En ja, de geschiedenis van Canada. In der tijd was hier de apotheek en Annie Verheijen uit IJsselstein, die heeft een paar jaar bij mijn ouders gewerkt hier.
En zij ging immigreren naar Canada. En mijn vader had dat ook stiekem wel graag gewild. Maar mijn moeder vond dat geen goed idee, dus dat is niet doorgegaan. Ik vind het ook leuk om te vertellen, nou we toch hier staan, dat de bakker, die nu hier ook naast is, die was er vroeger ook al. En als kinderen mochten wij wel eens vlaatjes bakken bij Siem Klaassen was het toen in die tijd. Ja. En de brieven uit Canada die zijn eigenlijk in het boek terechtgekomen, omdat Jacques Harman uit Vanrij ook, die heeft ook een hoofdstuk geschreven. Dat ging ook over immigratie naar Verenigde Staten en Canada. En, maar die schreef dat verhaal ging over eerdere jaren. En 10 jaar na het verhaal van Jacques vertrokken Piet en Annie naar Canada. Dus vandaar dat die brieven als illustratie ook nog in dit boek terecht zijn gekomen. Iedereen heeft het boekje nou ontvangen. Ja, iedereen. U ongetwijfeld nog niet en heel veel andere Vendraaienaren ook nog niet. Het boekje is te verkrijgen bij de Vendraaiense boekhandels Rooiboek en Primera. En ook bij de VVV in de Borgraaf. U kunt het ook bestellen via ons secretariaatsadres. Dus secretariaat@historischplatformvendraai.nl. En dat is nu tijd aangebroken om zelf even een stukje te gaan lezen.